Meer dan 10 uur duurde de gijzeling in een hotel in de hoofdstad van Mali. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen omgekomen. De gijzeling is opgeëist door een radicaal-islamitische groep uit het noorden van Mali. En verder in het nieuws vandaag. Hoe pik je de jihadisten uit de grote groep vluchtelingen die op weg is naar Europa? En sociale media. 1 op de 6 jongeren is eraan verslaafd. Als het kan, zie ik gewoon de hele dag achter. Goedenavond. Een week na de aanslagen in Parijs slaan islamitische extremisten opnieuw toe. Dit keer in de hoofdstad van Mali, Bamako. Commando's maakten vanmiddag een einde aan een urenlange gijzelingsactie in het Radisson Blue Hotel. Een plek waar westerse zakenmensen en diplomaten graag komen. Bij de gijzeling vallen tientallen doden, onder wie een Belgische diplomaat. Een islamitische terreurgroep uit het noorden van Mali eist de verantwoordelijkheid op. Vanmorgen vroeg stormt een groep gewapende mannen schietend het hotel binnen. In het hotel bevinden zich op dat moment zo'n 170 gasten uit de hele wereld. Een onbekend aantal mensen weet zich in hun kamer op te sluiten. Chinese gasten maken daar deze opname. Enkele weten met hulp van de politie te ontsnappen. De faire côté qui sont progressés ou bien toi tu les as vus? Tu les as pas vus? Non. Tu as entendu des coups de tir? Oui, oui. Sur terre de tranchée dans la chambre 33. 333. Tu n'as pas d'autres informations? Non, non. Est-ce qu'à côté de toi il y avait des gens dans d'autres chambres? La chambre d'à côté, il y a les forces maliennes qui sont venues nous récupérer, quoi. Ils nous ont dit que c'est ils ont frappé à la porte pour dire que c'est la sécurité. Ensuite, on était un petit groupe. Ils ont évacué par les escaliers. De aanvallers laten zo'n 20 mensen gaan die Koranversen kunnen reciteren. Een groot aantal gasten wordt gegijzeld. Malinese elitetroepen, bijgestaan door Franse en Amerikaanse commando's, vallen in de loop van de ochtend het hotel binnen. En weten uiteindelijk nog een grote groep gegijzelden te bevrijden. Hoeveel gasten er gedood zijn, is nog niet duidelijk. De overvallers zouden op de bovenste verdieping nog in gevecht zijn met Malinese troepen. En ik praat verder met Kees Broeren. Ja, er is dus veel onduidelijk, hè, over het aantal slachtoffers. Weet jij al iets meer? Het is onduidelijk omdat de gijzeling voorbij is, maar de operatie nog niet. 2 terroristen zijn gedood, maar een groep houdt zich inderdaad waarschijnlijk nog schuil op de bovenste verdieping van het Radisson Hotel. En dat hotel moet ook nog doorzocht worden op mogelijke slachtoffers. Tot nu toe hebben functionarissen van de Verenigde Naties alleen kunnen zeggen dat in de kelder en op de tweede verdieping van het hotel in totaal 27 lichamen zijn gevonden. Wat we wel zeker weten is dat de aanslag is opgeëist. En dat is gebeurd door een groep die zich Al-Murabitoun, oftewel de schildwachten, noemt. Ja, en dat is een radicaal-islamitische groep. Maar wie zijn zij? Een groep waarvan een deel eerder actief is geweest in het noorden van Afrika, in de Maghreb. En die sinds ruim 2 jaar ook opereert in Mali. En dan met name in het noorden van Mali. Al-Murabitoun wordt geleid door Mokhtar Belmokhtar. Dat is een Algerijn met een zeer rijk terroristisch verleden. En die heeft ook de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag eerder dit jaar. Een kleinere aanslag weliswaar. Ook in de hoofdstad Bamako. En daarbij kwamen toen 5 mensen om het leven. Wat natuurlijk ook opvalt is dat dit een week na de aanslagen in Parijs komt. Heeft dit er iets mee te maken? Dat is niet zeker. Parijs is opgeëist, zoals je weet, door Islamitische Staat, door IS. En deze groep zegt gelieerd te zijn aan Al-Qaeda. En Mokhtar Belmokhtar is daarnaast ook iemand die vaak zijn eigen weg gaat. We kunnen dus niet zeggen of er een direct verband is tussen de aanslagen in Parijs en de gebeurtenissen vandaag in Bamako. Maar duidelijk is wel dat Mokhtar Belmokhtar een grote haat koestert tegen westelingen en dan zeker ook tegen Fransen. Dus het gevoel bestaat toch wel dat wat vandaag in Bamako gebeurd is zeker geïnspireerd is door de aanslagen precies een week geleden in Parijs. Kees, dankjewel. Ja, en dan is er nog een derde dode gevonden in het appartement in de Parijse voorstad Saint-Denis. Woensdagochtend vroeg vielen zwaar bewapende politieeenheden een appartementencomplex binnen.
En tijdens een langdurig vuurgevecht kwam ook het brein van de aanslagen van vorige week, Abdelhamid Abaoud, om het leven. Nog steeds is de technische recherche bezig met het onderzoek in het huis in Saint-Denis. Behalve Abdelhamid Abaoud kwam hier afgelopen woensdag ook een vrouw om die haar bomgordel liet afgaan. De noodtoestand in heel Frankrijk wordt met 3 maanden verlengd. Politie en justitie hebben daardoor aanzienlijk meer bevoegdheden, vooral bij de opsporing en bij invallen. L'état d'urgence a été donc une réponse immédiate, puissante et efficace pour protéger nos concitoyens, pour stopper des individus fanatisés, ces criminels qui veulent s'en prendre à notre pays, à ses valeurs, s'en prendre à notre démocratie. De afgelopen week waren er bijna 800 invallen en werden daarbij 90 mensen opgepakt. 180 vuurwapens werden er in beslag genomen. Het dodental als gevolg van de aanslagen staat inmiddels op 130. En volgende week vrijdag, 27 november, is er in Parijs een nationale herdenking. In Brussel hebben de Europese ministers van Veiligheid en Justitie elkaar gesproken over extra maatregelen om aanslagen te voorkomen. En dan gaat het vooral over strengere grenscontroles om jihadisten buiten Europa te houden. Een van de inzetten van de ministers vandaag is om ervoor te zorgen dat de buitengrenzen beter worden bewaakt. Dat ook beter gekeken wordt wie Europa binnengaat. En een van de redenen is dat dit soort mensen natuurlijk moeten worden tegengehouden. En nu reizen wij ook wel eens Europa uit en weer terug in. Worden wij dan in de toekomst ook beter gecontroleerd? Nou, hoe dat precies zal gaan is natuurlijk nog niet uitgewerkt. Maar één ding is zeker, ik ga ervan uit dat de mogelijkheid is dat iedereen dan toch meer dan nu het geval is zijn paspoort zal moeten laten zien. Zodat gecontroleerd kan worden of het een echt paspoort is. Maar dat is ook in het belang van iedereen, in het belang van onze veiligheid. En in Brussel is Arjan Noorlander. Ja, dat klinkt niet alsof er concrete afspraken op tafel liggen. Nee, zo snel gaat dat niet in Brussel. Na alle snelle acties die we de afgelopen dagen hebben gezien van de veiligheidsdiensten in Frankrijk, misschien ook zelfs wel in België, komt nu meer het politieke proces op gang. Hoe gaan we dit soort aanslagen in de toekomst voorkomen? En dan gaat het om het samenwerken van geheime diensten, om het uitwisselen van bijvoorbeeld passagiersgegevens om te zien waar die terroristen allemaal naartoe gaan. En dat is een ingewikkelde discussie die we ook al zagen na 9-11, die we zagen na de aanslagen bij Charlie Hebdo. Politici willen dat graag, maar dat feitelijk tussen 28 lidstaten voor elkaar krijgen is ingewikkeld en dat zal ook nu weer ingewikkeld zijn. Maar hebben ze nog wel iets afgesproken over de buitengrenzen van Europa? Ja, dat is in ieder geval wat ze nu heel erg belangrijk vinden, omdat veel van die terroristen ook nu weer in Parijs uiteindelijk wel uit Syrië komen, daar wel zijn geweest, maar vaak Europese, Franse, Belgische paspoorten hebben. En dus willen ze de buitengrenzen van heel Europa beter gaan bewaken door niet alleen buiten-Europese burgers beter te controleren, maar ook de EU-burgers zelf, de mogelijke terroristen. En dat kan betekenen dat misschien zelfs al vanaf vandaag, als je Europa uitreist, maar vooral als je van buiten Europa, Europa weer inreist, dat je te maken krijgt met strengere controles. Ook mensen op Schiphol, ook EU-burgers die aankomen op Schiphol kunnen vanaf eigenlijk vandaag al te maken krijgen met strengere controles. Arjan, dankjewel. Ja, van 2 zelfmoordterroristen die zich vorige week opbliezen in Parijs zijn begin oktober vingerafdrukken afgenomen in Griekenland, blijkt uit onderzoek van de Franse justitie. En dus luidt de vraag, wie halen we allemaal Europa binnen? Op de Griekse eilanden komen nog altijd bijna 6.000 mensen per dag aan. Correspondent Lucas Waagmeester was op het eiland Lesbos. Het wemelt op Lesbos inmiddels van de vrijwilligers aan de kust en op het water. Dit is een Duits team van Sea-Watch, dat vluchtelingenboten in de problemen opspoort en helpt. 20 november... En nog is het hier niet tot rust gekomen. Even if winter is coming, still up to 20 boats a day often come. And a lot of people are dying here each day trying to reach the shores of Europe. Wie Lesbos bereikt, moet zich op het eiland registreren. Screening, gaat het hier misschien om een IS-strijder of om een huisvader, doen ze hier niet. Take the registration paper and after of that the fingerprint. After of that, the photography on the registration paper. The fingerprint and photography and the registration paper bring in the Eurodata. Iedereen die aankomt met of zonder paspoort krijgt hier dus een nieuw identiteitsdocument dat genoeg is om verder Europa in te kunnen.
Toch ziet kampmanager Stavros het niet zitten om de vluchtelingen vanaf nu te gaan zien als mogelijke terroristen. If we have in our mind for all these people it's terrorists, we have lost. No, it's not necessary to do that, and that is a trap. It's a big trap. Das ist viel zu voll. Hast du die Coast Guard erreicht? Often we have engine breakdowns, and we have seen also cases where boats have collapsed and a lot of people were dying. De discussie sinds Parijs raakt hier iedereen, maar verandert het werk van vrijwilligers niet. Sea-Watch blijft boten veilig naar de Griekse kust begeleiden, zolang die blijven komen. If we think like this that we would help jihadists here to come to Europe, we would have done exactly what the jihadists want us to do. Because those people who are coming here, they are fleeing exactly from that kind of people that are carrying out those attacks. They are fleeing ISIS. Ja, iets verderop in Griekenland, bij de grens met Macedonië, kampen ze met heel andere problemen. Daar zijn sinds gisteren de grenzen dicht voor vluchtelingen die niet uit Syrië, Irak of Afghanistan komen. Honderden mensen staan daar dus vast aan de grens en de onrust neemt toe. Deze man mag de grens over, Macedonië in. Hij komt uit oorlogsgebied en is nog welkom op de Balkanroute richting het westen. Maar zo'n 2000 mensen uit andere landen worden op dit moment tegengehouden en vinden dat onterecht. Want zeggen ze, ook zij lopen gevaar in eigen land. It's okay that in Iran it's not war, but so it have an interior war in there. For example, change their religion or have a freedom is so important, sir. We want to do everything that we want, but now we cannot. If, for example, change their religion, really government kill. Deze mensen achter mij mogen verder. Macedonië en komen dus uit Irak, Afghanistan of Syrië. Maar deze mensen hier achter de prikkeldraad zitten vast. Komen bijvoorbeeld uit Nepal, Bangladesh of Pakistan en mogen niet langer door. Ze zeggen wij zijn vastberaden om hier te blijven zitten totdat ook voor ons de grens weer open gaat. Just like Afghani people, we are also human beings. You know the human rights. Please help us. Just ask the British government to help us since we crossed the border and we just want to get education. Yeah. We have came from a long journey and there is no way to go back. We will stay here until they will open the border. Maar voorlopig kunnen ze geen kant op en zitten ze vast in een kamp dat niet geschikt is voor langdurige opvang. Ondertussen komen er nieuwe bussen met meer vluchtelingen aan. Een deel van hen zal niet verder kunnen en moet hier wachten op een oplossing. Dan de conductrice die zo zwaar werd mishandeld door een passagier dat ze in een rolstoel belandde. Het zorgde afgelopen maart voor een golf van protest. Er volgen maatregelen. Meer agenten en meer camera's op de stations. De OV-chippoortjes worden sneller in gebruik genomen en beruchte overlastgevers worden harder aangepakt. Vandaag kwam de zaak van de mishandelde conductrice voor de rechter. Eerder was ze wel eens uitgescholden, maar zo erg als begin maart was het nog nooit. Later bleek dat mevrouw een verbrijzeling van de bovenkaak, de jukboog, de oogkas, de neus was toegebracht. De verdachte is er vandaag niet bij. De man van 27 zou boos geworden zijn nadat de conductrice zijn spullen uit de trein had gezet, omdat hij weigerde de trein te verlaten. Honderden keren per jaar krijgt NS-personeel te maken met fysiek geweld, maar na deze keer was de maat vol. Er volgen maatregelen. Tot en met oktober van dit jaar waren er bij de NS 518 meldingen van agressie tegen treinpersoneel. En in dezelfde periode vorig jaar waren dat er 639. Minder incidenten dus dit jaar. Maar de NS vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken en laat nu onderzoeken of die afname ook echt komt door alle maatregelen die zijn genomen. Voelen jullie je als personeel veiliger? Ja, er gebeuren nog steeds agressiegevallen op de trein heden te dagen. Ik weet niet of het personeel zich op dit moment veiliger voelt. En we wachten bijvoorbeeld nog op dubbele bemensing. Dat is nog niet ingevoerd. Dubbele bemensing op alle treinen na 10 uur. Veiliger of niet, als je zelf een van die honderden gevallen bent, doet het er niet zoveel meer toe. Ik verzoek u op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar. En daarnaast TBS met dwangverpleging, omdat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Over 2 weken is de uitspraak van de rechter. En de conductrice liet in een voorgelezen verklaring weten dat ze haar collega's mist. En dat ze hoopt ooit haar werk weer op te pakken. Het kabinet trekt 250 miljoen extra uit voor veiligheid en justitie. De oppositie roept al maanden dat er te weinig geld voor is. En met deze investering hoopt het kabinet die kritiek weg te nemen.
We hebben gewoon een uitstekende justitieketen in Nederland. Een hele goede politie. Ja, die wordt ook breed geprezen op dit moment in Europa. Ook de manier waarop we dat georganiseerd hebben, nu met die verschrikkelijke aanslagen. Het feit dat hij tot in de haarvaten van de samenleving actief is. En met deze extra impuls maakt het met elkaar mogelijk om die hele keten van OM, politie, uiteraard de rechterlijke macht en alles wat daarbij komt kijken, om dat ook de komende jaren goed te blijven uitvoeren. Verder maakt het kabinet volgend jaar vanwege het grote aantal vluchtelingen eenmalig ruim 60 miljoen euro vrij. En dat geld gaat onder meer naar de IND. Een grote storing bij KPN. En die trof niet alleen klanten, maar ook het betalingsverkeer. In verschillende plaatsen konden mensen niet via hun bank betalen. En ook deed het internet, de tv en de telefoon het niet overal. Problemen zijn nog niet overal voorbij. De oorzaak is nog onbekend. Uit een museum in Verona zijn 15 kostbare schilderijen gestolen. Daaronder meesterwerken van Rubens, Tintoretto en Mantegna. 3 gewapende overvallers vielen gisteravond net na sluitingstijd het museum binnen. Ze overmeesterden een bewaker en een ander personeelslid. En de gestolen schilderijen zijn bij elkaar tussen de 10 en 15 miljoen euro waard. Er kan weer gehandeld worden in ABN AMRO. 7 jaar na de redding door de Nederlandse staat is een deel van de bank vanmorgen naar de beurs gebracht. 1/5 om precies te zijn. Het levert de schatkist 3,3 miljard euro op. Met een slag op de gong opende topman Gerrit Zalm de handel in ABN AMRO. En meteen was er een klein winstje voor wie op tijd had ingetekend. De openingskoers lag 43 cent boven de aankoopprijs. Alom tevredenheid dus onder de aanwezige bankiers. Hij is een beetje opgelopen, nou dat is mooi. Want zo'n beursintroductie, als je gelijk geconfronteerd wordt met een zakkend aandeel, dan wordt het de volgende keer ook lastiger om weer aandelen aan de beurs te slijten. Dus dit is heel prettig. Ja, het nieuwe aandeel is wel een stuk minder waard dan het oude beursgenoteerde ABN AMRO. Dat verloor deze maand 8 jaar geleden zijn beursnotering. De nieuwe ABN AMRO is dan ook een stuk kleiner. Als ABN AMRO in oktober 2007 van de beurs verdwijnt, is de bank een belangrijke wereldspeler met ruim 4000 kantoren in 54 landen en meer dan 100.000 werknemers. ABN AMRO is na een spectaculaire overnamestrijd opgekocht door 3 buitenlandse banken. De Britse Royal Bank of Scotland, het Spaanse Santander en het Belgische Fortis. Ze betalen 71 miljard euro en delen de bank in 3. De Nederlandse Consumentenbank gaat voor 24 miljard naar Fortis. Maar dan barst de kredietcrisis los. Fortis krijgt het geld niet bij elkaar en dreigt failliet te gaan en zijn Nederlandse aankoop mee te sleuren. De Belgische en Nederlandse staat komen in actie. Nederland betaalt uiteindelijk bijna 22 miljard euro voor de redding van de Nederlandse delen van ABN AMRO en Fortis. Vandaag, 8 jaar later, is ABN AMRO weer een beursgenoteerde bank. Geen grote internationale bank meer, maar een gewone Nederlandse bank met 375 kantoren in slechts 21 landen en met 22.000 werknemers. We zijn kleiner in de eerste plaats we zijn meer op Nederland gericht. We doen een aantal dingen wel internationaal, maar alleen waar we echt heel goed in zijn. 80% van de aandelen is nog in handen van de staat en zal in de loop van de komende jaren in stukken op de beurs worden verkocht. Hoe hoger de koers, hoe beter voor de schatkist dus. De Nederlandse staat heeft vandaag 3,3 miljard euro binnengehaald. Het is nog maar een schijntje van de 22 miljard die betaald moest worden voor de redding van ABN AMRO. Op deze manier loopt het op een strop uit van 5 miljard euro voor de belastingbetaler. Maar het gros van de aandelen moet de komende jaren nog verkocht worden. Het kan dus allemaal meevallen of juist tegenvallen. Het aandeel ABN AMRO sloot vanavond met ruim 3% winst. Nog even WhatsAppen, Instagrammen of Facebooken met je vrienden of klasgenoten. Inmiddels besteden jongeren er vaak meer tijd aan dan goed voor ze is, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 1 op de 6 jongeren zegt niet meer zonder te kunnen. 6% van de jongens tussen 12 en 18 jaar is iedere dag 5 uur of langer actief op sociale media. Onder meisjes is dat zelfs 14%. Sporten in plaats van Facebooken en gamen. Het leven van deze 19-jarige is sinds hij in een afkeerkliniek zit drastisch veranderd. Eerst was het huis, daarna was het Facebook, daarna ben ik echt grote online games gaan zoeken. En daar is het echt uit de hand gelopen. Hoe vaak zit je op social media? Als het kan zit ik gewoon de hele dag achter.
op het moment dat het een verslaving is, zie je dat mensen gaan uitvallen op werkgebied, op schoolgebied. Er conflicten ontstaan thuis. Instagrammen, Snapchatten, WhatsAppen. Jongeren zijn er zo een paar uur mee bezig. 'S Ochtends, na school, in het weekend vaak, heel vaak per dag. Als ik tv kijk, als ik mijn huiswerk doe. Het laatste nieuws, dat hou ik ook altijd bij via social media. En dat check ik altijd via mijn telefoon. Het is ook niet altijd slecht als je maar weet wanneer je de telefoon weer even weg moet leggen. Op het moment dat het nog lukt om gewoon nog de dingen te doen die bij het leven horen, afspreken met mensen, deelnemen aan sportclubs, dan is het prima. Het wordt pas een probleem als het het hele leven gaat draaien om sociale media. En even zonder lijkt vaak erger dan het is. In het begin, toen ik hier de eerste dag kwam, dacht ik, oh, dit gaat heel erg worden. Maar dat viel heel erg mee, vind ik. En ouders zouden meer kunnen doen om verslaving tegen te gaan. Zoals het goede voorbeeld geven of mobieltjes in de slaapkamer verbieden. Ben ik te min? Ben ik te min omdat je ouders meer boen hebben dan de mijne? Ben ik te min, het bekendste nummer van zanger Armand. Hij zong het al in 1966. Protestzanger, hippie, fervent wietgebruiker. Hij overleed gisteravond in een ziekenhuis in Eindhoven. Ben ik te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Jarenlang reisde Armand van optreden naar optreden. De onverbeterlijke hippie die tot de laatste snik leefde volgens het love, peace en happiness principe. Flink blowen, niet te veel zuipen en goed neuken. Armand streed met zijn muziek tegen kruisraketten, de consumptiemaatschappij, de kerk, maar vooral burgerlijkheid. Kijk, gecamoufleerd geëngageerde liedjes van mij, die hebben ze nog durven draaien, weet je wel. Maar net is de eerste single waar het mee begon, want er is niemand die echt iets om je geeft, een echte aanklachter, die hebben ze nooit durven draaien, weet je wel. Hier is Armand, dames en heren! Afgelopen jaar nog toerde hij met The Kick, met wie hij ook een plaat maakte. Je komt van school, al dan niet met een papiertje in je hand. Een rasartiest, hè. Hij heeft de afgelopen 50 jaar heeft hij alleen maar op het podium gestaan. En ik vind het heel knap dat je na zoveel jaren op de bühne dan nog steeds met hetzelfde enthousiasme en hetzelfde vuur, ja, dus dat kan doen. En dat is wat me dan vooral in hem aanspreekt. Dat hij zo ontzettend volhardend is. In alles, hè? In alles, ja. Strijdbereid, hè? De cirkel is weer eens een keer rond. En soms duurt het lang dat ik gelijk krijg. 47 jaar dus, totdat de censuur eraf was. Echt, hè? Wow, man. Nou, dat allerlaatste album van Armand samen met The Kick is terug te vinden op de streamingdienst van Spotify. Maar dat geldt niet voor het nieuwe album van Adele, 25. Een bewuste keuze van de Britse zangeres uit onvrede over de vergoeding die ze ervoor krijgt. Het is wel een keuze die alleen de echt grote artiesten zich kunnen veroorloven. Hello, it's me. I was wondering after all these years. Adele zegt dat ze niks heeft met Spotify. Ik ben zo blij met Adele. Ik vind het zo geweldig dat ze net op het moment dat iedereen naar haar luistert, haar hart laat spreken, haar artistieke hart en opkomt voor alle artiesten. In de grootste muziekwinkel van Nederland zijn ze ook blij met Adele. Daar liep het vanochtend storm. Drammen mensen voor de deur om het album van Adele te scoren natuurlijk. Niet via internet, alleen maar een harde cd. Wat vinden jullie daarvan? Ja, goed idee als ze het allemaal doen. De jongeren vinden het maar niks. We leven in een digitale tijdperk, denk ik. En iedereen is op internet te vinden. Dus ja, als we dan weer teruggaan naar de tijd. Beetje jammer. Waarom? Omdat Spotify gewoon nu helemaal, ja, dat is meer dan de cd's. De cd's stop je er niet meer in. Het principe van Spotify is, hoe vaker iemand naar je nummer luistert online, hoe meer je als artiest verdient. Volgens Spotify ontvangt een artiest ongeveer een halve cent wanneer iemand een nummer beluistert. Lijkt weinig, maar dat kan aardig oplopen. Een cd is een eenmalige aankoop. De artiest krijgt dan in één keer relatief veel geld. Hoe vaak een cd ook wordt afgespeeld. Volgens Santing gaat het Adele niet alleen om geld.
Haar bezwaar zou ook zijn dat mensen op Spotify alleen losse nummers beluisteren. Zij heeft 4 jaar gewerkt aan deze collectie en wil niet dat dat zomaar verdwijnt. Toen op Spotify maar 1 hitje overblijft. Ja, en nu gaan we allemaal die cd kopen en dat gaan we doen. En we gaan hem helemaal horen van begin tot eind. Maar eerst gaan we even naar Marco luisteren. Want jij hebt het weer voor het weekend. Wordt fris, hè? Het wordt fris. Het zag er vandaag heel kunstrijk uit. Deze foto is langs de kust gemaakt in Noordwijk. En prachtig plaatje bij zonsondergang. Het klaarde ook wat op. Dat was vanmorgen in het midden en zuiden wel anders. Maar ook daar hebben we de opklaringen, die regio's bereikt. Maar ook de buien. En dat kunnen we goed zien als we naar de satellietfoto gaan kijken. Althans, we zien natuurlijk niet de buien, maar wel de bewolking. Vrij scherpe grens over Nederland trekt naar het zuiden. Daar zit de meeste regen bij. En uiteindelijk aan de achterkant gaat die neerslag op veel plaatsen ook over in sneeuw. En dat zien we dan vooral in de heuvels van België ook, de Ardennen. Maar ook in Duitsland en natuurlijk ook in de Alpen. De sneeuwgrens daar gaat morgen in de loop van de dag flink naar beneden. Helemaal tot in het dal. En dan valt er echt nog wel wat sneeuw achteraan. Dus een winterse prik al daar kunnen we echt wel van spreken. En ook bij ons omstandigheden die koud zijn voor de tijd van het jaar. Met van tijd tot tijd nog wat buien. Maar ook met ruimte voor de zon erbij. Nou, buien hebben we op dit moment ook in onze omgeving. Dat zijn buien met misschien al eens een keer wat onweer erbij of anders een klein beetje hagel. En die kans op onweer en hagel neemt de komende uren van het noorden uit steeds verder toe. Voor vannacht de meeste buien langs de kust, maar ook landinwaarts wel een paar. Minimumtemperaturen lokaal 2 graden boven nul. En bij die buien als gezegd dus onweer inderdaad. Misschien ook al wat hagel en dat kan morgen overdag ook. Dan zullen we vrij veel bewolking zien. Misschien een klein gaatje voor de zon af en toe. Maar meestal dus die wolken en geregeld buien. Mogelijk ook een natte vlok sneeuw erbij. Temperaturen tussen de 5 en 8 graden. Zondag duidelijk minder buien. Periode met zon ook. En een temperatuur die redelijk vergelijkbaar is, een graad of 6. Wind neemt langzaam wat af, dus wat dat betreft wel een vriendelijkere dag dan de zaterdag. En na het weekeinde is maandag de mooiste dag, dan is het droog met geregeld zon. Daarna neemt de neerslagkans weer toe en later wordt het ook weer wat minder fris. Dit was de NOS Journaal met als belangrijkste nieuws. Tientallen doden na een grote gijzelingsactie in een hotel in Bamako, de hoofdstad van Mali. Een radicaal-islamitische terreurgroep uit Noord-Mali heeft de actie opgeëist. En in Nieuwsuur een week na de aanslagen, reportages uit Parijs en Molenbeek. Straks om 10 uur op NPO 2. Goed weekend.